Het Directoraat Nationale Veiligheid heeft een tweedaagse training georganiseerd met als thema Human Trafficking Awareness. Gedurende deze training is er kennis overgedragen aan de participanten over hoe ze verdachte gevallen van mensenhandel kunnen herkennen en hoe op te treden. Major Roy Samuels, Nationaal Coördinator Immigratie en Grensbewaking, vertelt meer over deze training. We hebben een tweedaagse training. Het gaat namelijk over Human Trafficking Awareness Training. Dat wordt verzorgd door CBSI in samenwerking met CARICOM Impex. En deze training wordt gecoördineerd door het Directoraat Nationale Veiligheid. Wat is het doel van de training? Het doel van deze training is om onze law enforcement officers aware te maken van het fenomeen human trafficking, namelijk mensenhandel. Kunt u de disciplines opnoemen die hebben geparticipeerd aan die training? We hebben hier verschillende disciplines. We hebben namelijk de militaire politie, afdeling immigratiedienst. We hebben het Korps Politie Suriname met de verschillende afdelingen, waaronder ook de tipunit. We hebben functionarissen van luchthavenbeheer, van havenbeheer. We hebben ook functionarissen van afdelingen consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie. En we hebben namelijk ook functionarissen van het Directoraat Nationale Veiligheid. Als we kijken naar het onderwerp Human Trafficking Awareness, betekent het misschien dat er nog niet genoeg bewustzijn bestaat binnen de samenleving? Ik denk dat de samenleving bewust moet worden gemaakt van het fenomeen human trafficking, mensenhandel. Mensenhandel is niks anders dan het werven, het overbrengen, het vervoeren en het huisvesten van personen onder dwang. Dat wil zeggen dat de personen, het is net als moderne slavernij. De personen moeten onder dwang arbeid verrichten. We zien het in het binnenland, de seksindustrie. We zien het, andere mensen moeten werken. Voor heel wat karweitjes moeten ze opknappen. En alles gebeurt onder dwang. Dus ik denk dat de samenleving bewust daarvan gemaakt moet worden. Hoe lang heeft het geduurd om de voorbereidingen voor deze training te treffen? Deze trainingen worden gepresenteerd door CBSI. En op regelmatige basis. En wij van het Directoraat Nationale Veiligheid hebben, nadat we deze training hebben gekregen, binnen een week alle actoren bij elkaar geroepen om deze training te volgen. We hebben namelijk ongeveer 40 mensen hier in het leslokaal van de verschillende disciplines. En hoe was de participatie? De participatie is heel goed. U heeft het zelf gemerkt, u zal het ook zien op de film. De verschillende actoren participeren. En er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan degene die de presentaties verzorgen. Als we praten over human trafficking, meneer Major Samuels, het is een zeer belangrijk onderwerp. Houdt elke samenleving bezig. Mogen we weten wat het vervolgtraject is? Ik denk dat na dit traject er een vervolg moet zijn. Omdat de mensen en ook de functionarissen meer bewust gemaakt moeten worden ten aanzien van human trafficking. En we hebben onze wetten, het is ook in het wetboek van strafrecht, human trafficking, mensenhandel. En ik denk dat we misschien harder moeten optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. U mag weten dat we constant bezig zijn met trainingen. We willen onze mensen zo goed mogelijk geschoold hebben, zodat ze weten wanneer ze op het veld zijn, hoe ze daarop moeten reageren. Je mag weten, we hebben laatst twee trainingen ook laten verzorgen. Dat zijn de intelligence training, dat zijn mensen die op het veld werken. En we hebben de border security training gehad. Border security training voor de mensen die op de grensposten werken. Zij moeten dit ook kunnen herkennen op de grenzen. Dus daarom dat we constant bezig zijn om onze mensen te scholen. Nou, je bent heel wat te weten gekomen. Je weet waarop je moet letten. Eigenlijk gewoon alles omtrent human trafficking. Ja? Heeft u al eerder meegedaan aan dergelijke training? Nee, dat is mijn eerste keer. Heel spannend. En de informatie die u heeft gehad, wat doet u ermee? Nou, ik
zal het natuurlijk aan de andere collega's doorspelen, want niet allemaal zijn hier natuurlijk. Nou, het is gewoon, hoe zeg je, het is behalve leerrijk, het is een eye-opener. Het is heel erg spannend. Je weet waarop je moet letten, je weet waar je moet kijken. Je weet als je iemand tegemoet komt die een victim kan zijn, welke vragen je moet stellen om achter de waarheid te komen. Dus ja, dat soort dingen.